Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vandaag heb ik hier een Roco NS500-600. Ook wel de Hippel genoemd, als ik me niet vergis. Zo. Ik heb er al zo een. Alleen dan in de Structon kleuren. En dit is er eentje in de NS kleurstelling. Zo. Hij zou analoog moeten zijn. En er ontbreken her en der wat dingetjes aan volgens de omschrijving. Maar ik heb ook gezien dat er hieronder nog een heleboel losse onderdelen zitten. Dus het zou wel eens kunnen dat die per ongeluk toch completer is dan gedacht. In ieder geval is hier het zwaailicht lijkt afgebroken te zijn. Dan zit hier een klein rood puntje. En de wielen zijn erg smerig, moet ik zeggen. Maar ik ga eens kijken of dat die inderdaad rijdt. Of dat deel punt. Deze. Zo. Kijk. Rijden doet hij beide kanten op. Drijfstang ziet er goed uit. Die heb ik hem alsnog toevallig in reserve. Ik zie wel dat er hier wat gelijmd moet worden aan het trapje. Dat ze het niet helemaal vast lijkt. Het, of is het dat het zo hoort. Nou, ik weet wel. Ik wil hiermee gaan rijden. Dus hier gaat een deco erin. Als ik me niet vergis was het de middelste schroef die eruit moest. Daar zit een schroef. En ik geloof dat hier een ontzettend kleine decoder in moest. Maar misschien vergis ik me. Oh ja, ik doe dit uit geheugen, maar hier zaten er ook nog twee. Zat er hierachter ook nog. En er was iets hier met dat met het koelrooster. Ik heb heel voorzichtig het rooster aan de voorkant losgemaakt, want daar zit een grote pin op. Aan de achterkant zat hij ook nog een beetje geklemd en zo komt de kap eraf. En dan is dit het binnenwerk met de motor die normaal gesproken hier opgedrukt wordt als hij vast zit. En de schroef hier onderin is dus ook van de motor en niet om de kap eraf te halen. Zo, hier zo zitten de pinnen, de metalen plaatjes die op de pinnen van de stroompickup horen te rusten. Hier zit een pin van de stroompickup. Zo, deze stroompickup zat helemaal verbogen. Die zit nu goed vast. Alles ziet er netjes uit verder. Ik had dus gehoopt dat hier een printplaat op zou zitten. Waarmee ik de hele lok makkelijk kon digitaliseren. Helaas zit er die niet op omdat dit een ouder model is. Dat betekent dat als ik hem digitaal wil laten rijden, dat ik de hele boel zo moet gaan los solderen. En ergens in deze kap, die ongeveer zo groot is als de motor, zou dan een decoder moeten kunnen. Hiervoor is er ruimte, maar dan zit die in de cabine. Even kijken of ik dat wel wil.
Ik heb er een nachtje over geslapen. Ik ga hem digitaal maken. Het eerste probleem is dat de motor zijn stroom krijgt van het chassis. Dus aan de onderkant, hier zit een geïsoleerde pol voor de motor. Die komt tegen dit pinnetje hier aan. Dat gaat naar de wielen aan deze kant. Deze kant van de motor, deze pol van de motor, die zit gekoppeld aan het motorchassis. Het motorchassis zit vastgeschroefd op het locomotiefchassis. En deze kant hier maakt contact met dit hele blok metaal. Om digitaal te rijden moet de motor geïsoleerd worden. Dus deze verbinding hier, die moet eruit. En ook moet de verbinding eruit tussen de pick-up van deze wielen hier en het chassis zelf. Omdat als er ergens een keer kortsluiting is, dan is denk ik snel je decoder eraan. Verder zit er hier en hier een lamp. Gloeilampjes, die ga ik proberen te vervangen met LED's. Zodat ik dit hele blok niet meer nodig heb voor de stroomvoering. Nou, als eerste, hier zit dus een iets op wat lijkt op een draaischroef. Dus was mijn gedachte. Die ga ik rustig proberen te draaien. En dat lijkt ook te lukken. Hieronder zit de koolborstel. Dus ik hoop niet dat er iets uitspringt. Kijk. En deze zorgt voor de extra geleiding. Deze wil ik vervangen door iets van plastic. Mijn favoriete spul is dit soort L-vormig plastic van een bouwmarkt. Ik denk dat als ik het is een beetje dikker dan wat het eerst was. Ik hoop dat het geen probleem is. Ik ga hier een stuk afknippen, gat erin boren en dan moet het goed komen. Het stukje plastic zit ertussen. Als het goed is de koolborstel nu geïsoleerd van het motorframe. Ja, hij doet het echt. Niets, geen geleiding. Aan de andere kant ook geen geleiding. En belangrijker is, doet de motor het nu als ik er stroom op zet? En hij doet het nog. Dus dat is stap 1. De motor is nu geïsoleerd van het frame. Volgende stap is het kijken waar nu dit, de wielen contact maken met het frame. En ervoor zorgen dat dat niet meer gebeurt. Voor ik verder ga heb ik er wel deze condensator uitgehaald. Deze condensator zit tussen de twee wielen in feite. En die zorgt voor de ontstoring, zodat de ruis van de motor niet op de rails terechtkomt en niet bij de buren op de tv vroeger. Maar die zorgt er dus ook voor dat een DCC-signaal onderdrukt wordt. En ik moet natuurlijk geen condensator hebben tussen mijn stroompickups van de decoder. Ik kan hem nog steeds tussen de polen van de motor plaatsen, dat zou geen kwaad kunnen. Even kijken of ik dat ga doen en waar, maar ik haal hem in ieder geval uit tussen de wielen. Ik heb ook de onderkant losgehaald, dus ik hoop nu dat ik het hele frame eruit kan krijgen. Kijk aan. En ik haal ook vast deze draden eruit. Zo. Dit is nu eigenlijk alleen maar de wielen en het een stuk van het frame. Dat ga ik even opzij zetten. En ik verwacht eigenlijk dat er tussen de wielen en het metaal. Ik denk niet dat er een verbinding is tussen dit blok metaal en deze strips. Ik vermoed dat deze koperen busjes. En het feit dat deze wielen rusten in het metaal het grootste probleem is. En dus dat
één kant van de wielen geïsoleerd is en de andere kant verbinding maakt met deze busjes. Dus eens kijken of dat zo is. Ik hoop het niet. Dat maakt mijn leven een stuk makkelijker. Maar als het wel zo is, dan... Nee, dat ziet er goed uit. Dat is mooi. Anders is het onmogelijk om het frame te isoleren. Maar als nu, zoals in dit geval, de wielen aan twee kanten geïsoleerd zijn, dat betekent dat er hier ergens een contactpunt moet zijn wat tegen het frame aandrukt. En dan is even zoeken waar dat is. En als ik dat gevonden heb, en ik denk dat het dit puntje hier is. Hier steekt er eentje zo mooi uit. En eens kijken, heb ik hem goed? Ik denk het wel. Dan drukt dat punt precies hier tegenaan. Als ik hier vanaf ben en de boel even nog voor de zekerheid een beetje isoleer, dan zou dit hele frame geïsoleerd moeten zijn van de wielen. Mijn plan is om deze Lokpilot 5 Micro te gaan gebruiken. Nou, mijn kleinste vingernagels zijn nog groter dan deze. Alleen deze heeft een maximale belasting van 1 watt piek, 0,75 constant. LEDs hebben niet zo'n hele hoog stroomverbruik, dus die zullen er niet heel erg veel aan bijdragen, maar ik weet niet hoeveel deze motor kan hebben. Dus ik heb hier mijn stroommeter op een amperemeter staan. Maximum van 10 ampère. Nou, dat zal ik niet nodig hebben. Mijn transformator staat op vol vermogen. Hier zit hij doorgelust naar de voltmeter. En tussen deze twee zit nu de spanning. De stroom loopt dus door de rode, door de voltmeter hier naartoe. En daarna door de motor naar deze. En als het goed is, laat mijn voltmeter dan het aantal ampère zien. Is de theorie. Nou. Vol vermogen. Dat is niet zo heel veel. Maar als ik er nu belasting op ga zetten en hem zelf stop, dan zie je. Nou, wat was de maximum? 0,65. Dat ik net heb gezien. Dat is allemaal nog binnen de limieten van deze decoder. En ook de andere kant op. Ik zie geen grote verschillen. En natuurlijk met minder stroom erop wordt het stroomverbruik ook minder. Bij deze motor tenminste. Dus mijn conclusie is dat ik nog 0,15 ampère over heb op mijn verlichting. En ik denk dat ik het daarmee wel ga redden. Als ik dat tenminste, zoals ik zeg, doe met LEDs. Maar dat wetende, deze kan het aan. Of eigenlijk deze kan die motor aan. Heb ik hier dus een super kleine decoder die ik waarschijnlijk ergens in het frame weg kan werken zonder te zien. En de connector heb ik niet nodig. Dus die gaat bij de collectie aangesneuvelde connectoren. En ik ga de boel eens aansluiten. Om te beginnen ga ik de stroompick-up aansluiten. Zodat ik dit blok, of zodat ik dit kan isoleren, dit blok erop kan zetten en kijken of dat inderdaad afdoende is. Ik heb de decoder erop gesoldeerd, even tijdelijk alles afgeplakt. En ik laat dat even op zijn plek liggen. Want ik ben bezig nu met het blok hier. Dit is waar de gloeilamp zo de voorkant in zat. Dit is de LED waarmee ik hem wil vervangen, maar deze LED is net wat breder dan de oude gloeilamp. Dus dit vierkante gat moet breed genoeg worden dat deze LED erin kan. Dat betekent dus een beetje bijboren zodat die LED er verder in kan zakken, zodat die niet buiten de behuizing uitsteekt, want als hij buiten de behuizing uitsteekt, dan komt hij hier tegen de zijkant van de plastic kap aan. En
Het is net niet. Minder dan een millimeter, maar ik wil dat. Ik krijg hem niet, de pootje niet verder plat. Dus ik ga hier eventjes het gat wat wijder maken, dat de letter wat verder in kan vallen. En dan denk ik ook dat die hier beter in de lichtgeleider ook kan belichten. Dus het is niet erg om dat even te doen. Zo, de lampjes zitten erop. De frame zit er weer op. Ik heb de pin die ik tegenkwam eruit gehaald. Ik heb de boel geïsoleerd. En nu is de grote vraag. Is het blok, het grote blokje hier, zit daar nog stroom op? Het glijdt goed. Niets op deze wiel. Niets via dit wieltje. Niets via dat wieltje. Ook die is goed. Ook deze is goed. En ook die gaat goed. En om het zeker te weten, zou er wat geleiding moeten zijn tussen die. Eigenlijk ook tussen die twee, maar dat wil niet echt. Zal ik nog eens naar moeten kijken. Ja, hier is ook geleiding. En hier is ook een beetje geleiding, maar niet heel veel. Dus dat betekent, nou ja, de geleiding van de wielen, dat moet ik eigenlijk even aanpakken. Ervoor zorgen dat dingen goed aangedrukt zijn. Maar dat het metalen blok is nu geïsoleerd. LEDs zitten erin. Deze is geïsoleerd. Dus als deze erin gaat, dan moeten hier kabels op. En dat zijn de oranje en de grijze. Dus die ga ik er zo dadelijk opzetten. En even kijken wat de voorkant is. Zo. De motor komt er zo in. En grijs is motor linkerzijde. Ja, dat is een beetje lastig in dit geval. Want. Tja. Daar heb ik niet zoveel aan. Ik ga ze er dus gewoon opzetten en dan hoop dat ik het op de goede volgorde doe. En als dat niet zo is, dan zal ik ze er ofwel in de software moeten zeggen de motor zit verkeerd om, of later nog omdraaien. Ik denk dat deze prima zijn om op te solderen. Ik hoop dat deze prima zijn om op te solderen. Dus dat zou niet al te veel werk moeten zijn. Als dan de motor erin zit, dan kan ik daarna de LED-verlichting gaan doen en deze op gaan bergen. En ik denk dat hier op zich een prima plek gaat zijn. Gegeven hoe klein die is. Om de motor vooruit te laten lopen, als de decoder zegt dat hij vooruit gaat, is het draadje, is het oranje boven. Dat is makkelijk. Goed onthouden. Betekent dat ik hier nog wat ga opruimen. Aan bedrading, dat er net eruit ziet. Qua verlichting ga ik een 1K8 weerstand gebruiken. Dat zou dus 1800 ohm zijn. Daarmee branden de LEDs niet al te fel. En de lange poot van de LEDs die gaat op de blauwe draad, de gezamenlijke pluspol. En de korte, daar komen de weerstanden aan en die gaat naar wit voor voorkant en geel voor de achterkant. Dus dat ga ik hier nu nog inbouwen en daarna de boel in elkaar zetten nadat ik de draad al weg heb gewerkt. En dan zou ik een digitale hippel moeten hebben. De LED zit niet helemaal op zijn plek, dus je ziet dat aan één kant de verlichting helderder is dan aan de andere kant. Op camera is het een stuk erger dan wat ik zelf zie. En er was wat lichtlekkage, maar dat heb ik echt even te werken met wat vlakte tape. En in de cabine zit de decoder. Als je heel goed kijkt, zie je hem misschien zitten. Je kan hem nauwelijks op camera krijgen, omdat het zoals dat een kleine decoder is. Dat betekent dat deze digitaal rijdt. Een beetje hobbelt. Ontbreekt één trapje. Voor de rest is hij in orde. Dus ik hoop om binnenkort een baan te kunnen laten rijden. Bedankt voor het kijken. Like, subscribe, comment en hopelijk tot.
Tot snel.